Begin dit jaar hebben we u laten zien dat het belangrijk is dat de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van het pontplein aangepakt worden. Het plein is op deze manier gewoon niet veilig voor verkeersdeelnemers en zorgt regelmatig voor verkeersopstoppingen. Niet alleen ik, maar ook verschillende mensen die het pontplein dagelijks kruisen, lieten weten waarom ze vinden dat het pontplein moet worden aangepakt. In deze film laten we u zien hoe we het plein veilig en beter kunnen maken. Samen met weggebruikers, omwonenden en belanghebbenden van het plein hebben we een ontwerp gekozen. In de huidige situatie is het plein onveilig voor voetgangers en fietsers, omdat er veel oversteekplaatsen zijn waar zij auto's tegenkomen. Het nieuwe ontwerp heeft een viaduct waaronder mensen veilig kunnen lopen en fietsen. Dit is een fijnere plek omdat er veel groenplaatsen en voetgangers alleen nog fietsers of brommers tegenkomen. In het nieuwe ontwerp kun je als fietser veiliger van en naar de pont komen zonder dat je rekening hoeft te houden met verkeerslichten. Zo zullen mensen niet meer stiekem door rood hoeven te rijden om de pont te halen. Omdat er in het midden van het plein een fietsviaduct is gerealiseerd, komen fietsers zelfs helemaal geen auto's meer tegen op het plein. Als automobilist kun je in het nieuwe ontwerp makkelijker en met minder wachttijd over het plein rijden. Dit komt doordat automobilisten kunnen doorrijden zonder te hoeven stoppen voor overstekende fietsers of wandelaars. De aansluiting naar de pont komt op een andere plek. Als je nu richting de pont wil, kan dat via de Kanaaldijk. Zo wordt het plein minder druk en is er meer ruimte voor auto's om te wachten op de pont. Graag zetten we als gemeente de volgende stap in de uitwerking van het ontwerp. De eerste stap is nu om voldoende geld te verzamelen om het project te kunnen realiseren. Hier zullen we de hulp van de provincie en onze omgeving hard bij nodig hebben. Wilt u meer weten over dit project? Kijk op velzen.nl/pontplein.